Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. Met lichte plusjes voor de Dow Jones en S&P verwerkte beleggers de notulen van de centrale bank. De NASDAQ bleef per saldo ongewijzigd. Uit de notulen vielen een aantal zaken op, zo overweegt men een permanente repo-faciliteit en hierbij kunnen buitenlandse centrale banken tijdelijk staatsobligaties ruilen voor dollars. Verder verwacht men al eerder dan gedacht de steunmaatregelen af te kunnen bouwen... Mits aan de criteria daarvoor wordt voldaan. De prijs van een vaatje olie daalde ondertussen door. En JP Morgan en Goldman willen zo snel mogelijk terug naar het oude normaal en thuiswerken schrappen. AMC Entertainment sloot 10% lager, doordat men besloten heeft toch geen aandelen meer uit te geven dit jaar. De druk vanuit de Chinese overheid op de diverse Tech-aandelen houdt de gemoederen bezig. Tencent daalde wederom 3%, net als Alibaba. Verder kijkt men bevreesd naar het toenemende aantal besmettingen, vooral ook in landen die een hoge vaccinatiegraad kennen, maar wel met het Chinese vaccin. Over een breed front een lagere koersen, de Hang Seng leverde zelfs 2,4% in. En ook de fietsjes in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets lagere opening. De ECB heeft ondertussen haar inflatiedoelstelling iets naar boven bijgesteld tot 2% of hoger. Een nieuwe all-time high van 73764 in de AEX gisteravond en dat zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn dit jaar. Renault gaat via haar bankdivisie rentevergoeden op spaargeld en momenteel is dat een 0,35%. Nationale Nederlander groept de kleine overname door een 70% belang te nemen in verzekeraar Heijenoord. En Egon gaat voor 133 miljoen aandelen inkopen als dekking op uitgegeven personeelsopties en om winstverwatering door de uitkering van stokdividend tegen te gaan. Op de agenda vandaag Natuurlijk ECB, steunaanvragen, olievoorraden en consumentenkrediet uit de Verenigde Staten. En dan nog de analisten. Jeffrey zet Adyen op koop, koersdoel 2560. Sanford zet Just Eat op koop, koersdoel 86 en 38 eurocent. Kepler zet Eprim op kopen, koersdoel 57. En Sandford zet AOL de Les op kopen. Dan nog opmerkelijk: JP Morgan zet Tesla op verkopen, koersdoel 160. Morgan Stanley zet Tesla juist op kopen, met een koersdoel van 900. Maar morgen is er wel weer een markets update van BNP Paribas.